En dan wil ik de vraag aan de mensen die hier staan. Hier moet het inderdaad 10 minuten helemaal vrij zijn. Want gedurende 10 minuten is het hier een beetje druk, lopen hier kinderen. Ik heb een stem die iedereen kan horen. Toch? Ja, wij lopen twee rondjes. We gaan één rondje buitenom. Deze laan uit. We gaan door het bos. Meneer Louden Slaar rijdt voorop. Kijk uit voor dat kleintje met nummer 27. Jij mag, als jij denkt van ik ga starten, dan mag je. Let op. Ja, dat denk je. Wilt u ruimte maken van de eerste komen eraan? En hier moeten een paar mensen zijn die en de medailles geven en de bidonnen. Die moeten even terug naar de inschrijving. Laurens een beetje meer naar voren, Laurens een beetje 10 meter ervoor, even verder. Hij zit in je zog. Kijk, nummer 23. Kijk, drie jongens, drie meiden, SHV kleurtjes. Ah! Dit is Job, hè? Job. Kijk, goed zo Vince, kom op naar voren, hou je aan de linkerkant. Ja, goed zo. Ja, waarom de jeugd niet meer? Nou, voor de jeugd is het gewoon goed. Jasmin komt hier, verkeerd gezegd. Dus bij jullie voor het huis. Ja. Ja hoor, en de eerste komen er al aan hoor, aan de andere kant. De finish die komt hier al. Goed zo Bibi! Goed zo, Roos! Kom aan. En hier komt de winnaar. Geef hem een groot applaus. Nummer 23. Ja, die naam weet ik niet meer. En SHV is nummer 2. En die jongens 1, 9 tot nummer 12. Ja, hier komt de eerste winnaar. Dat is Job, hè? Ja, nummer 13, Job. En het eerste meisje in die categorie. Het is heel duidelijk. Heel goed. 1, 2, 3. Aha, Vincent, wat je hart nog. Goed zo, ik ben hier in de vierde met die jongens. Ik zie de meisjes die hier uitkomen. Geweldig. Oh, goed zo, Sjaar. Die gaat het wel eens nog wachten. En hij gaat hier mee. Kom maar, hier ben ik. Hallo. Deze kant, ja. Kom maar. Nou, jullie hebben de organisatie goed weer. Je bent, hoe vond je het? Ben je moe? Je ziet er wel fantastisch uit. Geweldig. Je hebt het heel goed gedaan. En wij moeten inderdaad volgend jaar gaan we weer doen en dan gaan wij voor jou speciaal gaan we het bochtje even strakker maken. Ja? Kom maar. Oh, ze komt er maar achter. Oh, ze komt er. Ik krijg nog een medaille. Ja, kijk, er komt iets. En ik heb het al gezegd, de organisator van de Driftcross die komt eraan. Ja, die is alweer in januari, die is de fout organiseert ontzettend veel dingen. En misschien voor de jeugd ook nog veel meer. Hij is er. Gefeliciteerd. Oké. Hey, de ronde mis. Goed zo. Ja, hoor. Aha, keurig. Job Schouten! Geweldig Job, hou me omhoog. Ja, zo gaat dat jongen. Nee. En op de tweede plek, hij komt van SAV en die naam ken ik, Onos. Dat is een gerenommeerde naam, want er zijn meerdere lopers met de naam Onos. Bradley Onos, tweede plek. Geweldig Bradley. Maar de winnaar, in een tijd van 3 minuten 1. Job, jij liep 3.11. Bradley, jij liep 3.9. Met een tijd van 3 minuten 1 op de 1000 meter. Joris Steltepool van Hollandia. Applaus. Maak even een foto. Ga even goed zo keurig. Ja, allemaal opeens gevonden. Dat gaat niet. Ga even voor het schavot staan. Voor het jongens en meisjes. We gaan over naar de prijsuitreiking van de jeugd 9 tot en met 12 jaar. Bij de eerste sluisfanloop. En dit wordt de toekomst. Kijk even goed naar ze. Kijk even goed naar je. Glunsten onder Job. Job, jij vertegenwoordigt Nibbik de Mist. Op de derde plaats, geef hem een groot applaus. Job Schouten! Geweldig Job, hou hem omhoog. Ja, zo gaat dat jongen. Nee. En op de tweede plek, hij komt van SAV. En die naam ken ik, Onos. Dat is een gerenommeerde naam. Want er zijn meerdere lopers met de naam Onos. Bradley Onos, tweede plek. Geweldig Bradley. Maar de winnaar. In een tijd van 3 minuten 1. Job, jij liep 3.11. Bradley, jij liep 3.9. Met een tijd van 3 minuten 1. Op de 1000 meter. Joris Steltepool van Hollandia. Applaus.
Maak even een foto. Ja, oh. Ga even. Dames en heren, jongens en meisjes, hier staan de toppers van de 1000 meter bij de jeugd. Tot en met 12 jaar. 9 tot en met 12 jaar. Op de derde plek. Geef haar een groot applaus. Saar Ooyevaar. Ja, ik Saar. Saar, even die handen omhoog. Even die handen omhoog. Ja, goed zo. Kijk, zo gaat het, joh. Op de tweede plek van de Streker Atletiekvereniging. Ja, en dat is een goede atletiekvereniging, hoor. Femke Klaver. Eline, komt er van de Visser? Ja, die komt er vandaan. Nadine Visser. Ja, daar komen toppers vandaan, hoor. En dit wordt ook een topper. Dit is al een topper. Lotte Slachter. Lotte, die armen omhoog voor de foto. Ja, 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 kijk. Goed zo. En de winnaar is Anna Hogendijk. Ja, en daar is ze blij mee. Alle drie even die handen omhoog, jongens, kom maar. Goed zo, komt ie. Ja, nee, je souffleert goed, hè, Rick. Dat doe je goed. Hey. Gaan er weer even af.